welkom bij deze nieuwe video. Vandaag staat er weer een full face first impressions op de planning. Ik ga in deze video een eigenlijk zo goed als volledige make-up routine gebruiken met nieuwe producten. Producten die ik nog niet eerder geprobeerd heb en die jullie ook nog niet eerder hebben gezien. Dus ben je nou benieuwd welke producten dat zijn en hoe ze zijn bevallen? Dan moet je zeker even blijven kijken. Ik ga natuurlijk beginnen met een primer. Ik heb een nieuwe primer, maar dat is een proefverpakking. Maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Deze kreeg ik laatst bij een bestelling van de Douglas. Dit is de Sensai Glowing Base. Sensai heb ik niet heel veel producten van. Enkel een eyeliner. Er zit in mijn Visagie kit. Die is echt super fijn. En deze kreeg ik erbij. Toen dacht ik, nou ja, Glowing Base, dat klinkt altijd wel goed. Ik zelf gebruik heel graag de Becca First Light Priming Filter. Dat is eigenlijk een hele softe, zachte primer die erachter zorgt dat je huid gewoon heel glad wordt. Niet per se heel glowy, maar die vind ik gewoon echt heel fijn. Zorgt ook voor dat de grauwe tint een beetje minder wordt. Maar dit zou echt een Glowing Base moeten zijn. Dus dat lijkt me wel leuk om gewoon te proberen. Wie weet is die heel fijn en ga ik hem een keer in het groot proberen. Het is echt mega vloeibaar. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nou, let's try. Het voelt wel zacht. Volgens mij is het wel behoorlijk sterk geparfumeerd. Ik probeer tegenwoordig met mijn huid zoveel mogelijk parfumvrije gezichtsproducten te gebruiken. Oog en lip, dat boeit me niet zo. Maar foundations en zo, parfum, het is maar niet heel erg geparfumeerd zijn. En dan heb ik niet zozeer over de geur, maar gewoon puur het bestandsdeel. Ja, daar krijg ik gewoon heel snel ontstekingen van op mijn huid. Dus dat probeer ik een beetje te vermijden. Waar ik vooral benieuwd naar ben is of dat deze primer ook een beetje dekking geeft. Want dat idee, dat heb ik eerlijk gezegd wel. Het plakt wel behoorlijk. Mijn hele vingers zitten vol. Maar ik vind dat soort verpakkingen echt verschrikkelijk. Zo te zien zit het normaliter in een pompflacon. Stuk handiger. Ik heb in deze First Impressions geen nieuwe foundation. Ik gebruik nog steeds met heel veel liefde mijn Uncover Skincare Foundation. Dit is volgens mij mijn vierde. Dus ja, het is echt wel een heel fijne foundation. En ik vind juist als ik een primer of iets ga testen, vind ik het fijnst als ik gewoon even eerst alleen een foundation op heb gedaan. Oh, voordat ik het vergeet. Ik heb trouwens nog een product dat moet onder de foundation. Dus die ga ik eerst even gebruiken. Dat is een product van Becca. Die heb ik laatst gekocht bij de Douglas in Amsterdam. Dit is de Becca Under Eye Brightening Corrector in de kleur Light Medium. Zit in een potje. En dit is eigenlijk een corrector. Hele lichte kleur. Concealer qua gevoel. En dat zou er eigenlijk voor moeten zorgen dat de donkere kleur onder de ogen eigenlijk opgehelderd wordt. Zonder dat het heel veel dekking geeft. Dus het is echt puur kleur corrigeren. Nou heb ik op zich niet heel erg ballen of iets. Of donkere kringen. Maar wel een beetje van nature. En dit soort producten vind ik altijd heel leuk om te proberen. Waar ik dan wel weer benieuwd naar ben is of dat de concealer er overheen niet in lijntjes gaat trekken. Nou, ik heb het even opgedaan. Aan deze kant dus wel en aan deze kant dus niet. Ik zie zelf op zich wel verschil. Maar nu zonder concealer vind ik niet een mega verschil. Wat me wel opvalt is dat het vooral iets frisser uitziet. Maar ik zou het echt persoonlijk eerder gebruiken als basis. Dan als concealer op zichzelf. Maar ik ben heel benieuwd als er dadelijk foundation overheen gaat hoe het er dan uitziet. Een klein beetje is al genoeg. Want zoals je ziet, het verheldert wel heel erg. Ik vraag me wel heel erg af, want ik zie nu in de camera wel een beetje die flashback, zeg maar. Of dat als je een flitsfoto nu zou maken, of dat je dan niet heel erg of je dan niet echt hele witte ogen krijgt. Dat idee heb ik wel. Dus flitsfoto's zou ik in eerste instantie vermijden. Maar het ziet er wel fris uit. Ik moet zeggen, het product doet wel wat het belooft. Het ziet er gewoon een stuk frisser uit. Dus brightening doet hij absoluut. Hij was volgens mij ook best wel prijzig. Want volgens mij was deze rond €30. Voor een potje van, even kijken, 4,5 gram is dat redelijk. Maar ik vind de gezichtsproduct van Becca best wel erg fijn. Ik moet zeggen dat deze ook zeker niet verkeerd is. En hij is dus ook in een donkere kleur. Mocht je dus een wat donkerder huidskleur hebben. Dus dat is ook wel vrij ideaal. Enige nadeel is dat het in een potje zit. Niet zo hygiënisch. Wat je ook kan doen is bijvoorbeeld de achterkant van een kwast gebruiken. En dan doe je het op je hand. En op die manier kan je het ook aanbrengen. Dan gaan we nu dus wel de foundation gebruiken. Dit ga ik gewoon even snel doen. En ja, hier hoef ik natuurlijk niet heel veel over te vertellen. Jullie weten al dat dit een van mijn grote favorieten is op het gebied van foundation. Het is gewoon een hele vloeibare foundation die je goed kan opbouwen. Dus als je wat meer wil, dan kan dat ook zeker. Dekking is gewoon naar medium, maar voor everyday prima. En dat vind ik ook heel belangrijk in foundation. Dat de kleur echt gewoon goed matcht.
Zo, de foundation zit er ook op. Dus dit is eigenlijk hoe ik everyday mijn foundation aanbreng. En dat doe ik met deze kwast van Morphe. Dit is de Morphe Jaclyn Hill GH03. Qua concealer zelf heb ik niet iets nieuws, maar wel een poeder. Dus qua concealer gebruik ik dezelfde als die ik normaal ook gebruik. Dit is de Cover Effect Power Play Concealer. Nou, ik heb dus twee poeders maar liefst. Ik kon namelijk niet kiezen en ik heb ze allebei nieuw. Eentje is van Dior, dus het is echt high-end versus really low budget. Maar deze is van Dior. Dit is de Dior Forever... dit is de Dior Skin Forever and Ever... Dior Skin Forever and Ever Control Extreme Perfection and Matte Finishing Powder. Loose in 001. En deze heeft ook zo'n filtertje erop. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb hem nog steeds niet gebruikt en ik heb hem echt al best wel een tijdje. Op een of andere manier is het gewoon er niet van gekomen. En datzelfde geldt voor deze. Volgens mij heb ik deze besteld toen met Black Friday bij de Douglas. Kun je nagaan, Black Friday in november. Nog steeds niet geprobeerd. Ik wilde namelijk wachten voor echt een grote full face first impressions. Deze was volgens mij echt iets van 3 euro. Nou, bij deze zit er volgens mij wel rond de 50 euro. Ik weet niet precies. Deze is echt heel low budget. Maar deze is echt meer under eye. En die andere kan je gewoon over het hele gezicht doen. Dus dat wil ik ook in deze video proberen. En dit is dus hoe deze van Elf eruit ziet. Er zit ook een kwastje bij. Maar ja, persoonlijk, ik zal wel laten zien wat voor kwastje. Zou ik dat niet gebruiken onder mijn ogen? Dit is namelijk het kwastje wat erbij zit. En hij was like, oké. Ik vind het meer een lipkwastje of eventueel voor je binnenste ooghoek. Misschien zelfs meer voor je wenkbrauwen als in ieder geval onder je ogen. Want dit doet echt... niks. Dus die had ik persoonlijk weggelaten. Maar misschien kan ik hem wel gebruiken voor mijn tas. Een keertje makkelijker. Wenkbrauw bijwerken. En you're good go. En ik had ook persoonlijk gewoon hem zo verkocht. In plaats van zo'n heel plastic doosje eromheen. Want het is echt een mini mini potje. Het potje is dus best wel klein. Het is ook maar 1,2 gram. Dus het is echt heel weinig. Ik heb er ook nog niks over gehoord of gelezen. Dus het is echt de eerste keer dat ik er überhaupt wat over hoorde. Maar ik ben er nog steeds wel heel benieuwd naar. Even kijken. Er zit nog een dingetje op. Er zitten dus ook van die gaatjes in, maar deze zijn zo minuscuul dat ik het even in de deksel ga doen. De poeder zit nu in de deksel. Wat ik gelijk al zie is dat het niet echt wit-wit is. Wat ik heel fijn vind, want ik vind zelf juist echt witte poeder... Ze zeggen altijd kleurloos. Ik geloof daar niet zo in. Zo, ik heb mijn beauty blender erin gedipt. Het oogt wel vrij lichte poeder, dus ik ben benieuwd. Ik tik hem een klein beetje af. En ik doe niet echt baken, maar ik druk het er echt in om te kijken hoe dat het werkt. Ik moet zeggen dat de concealer er nu ook niet slecht uitziet. Het zit niet echt in lijntjes of zo. Maar het glimt nog een beetje. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat deze poeder erop reageert. Dit is eigenlijk hoe ik elke dag gewoon poeder aanbreng. Alleen nu is het dan een andere poeder. Het is wel echt ideaal voor in je tas dit. Want het enige wat je mee zou hoeven nemen op reis is dan je beauty blender. En dat mini mini doosje poeder. Dus dat is wel echt ideaal. Even zo op het eerste gezicht de poeder. Ziet er echt niet verkeerd uit. Ik ga even nog even de rest van mijn gezicht afpoederen met die van Dior. Voordat ik dadelijk de overige restjes eraf haal. Maar eerste indruk voor 3 euro. Not bad. Nee, serieus niet. Ziet er echt wel goed uit. Ik ga vooral even mijn T-zone afpoederen. En wat ik altijd erg vervelend vind met poeder, is dat als een poeder heel erg op de huid ligt. Ik gebruik nu heel graag die van Charlotte Tilbury. Waarom? Hij matteert in die zin dat ik niet meer glim de hele dag, wat ik dus heel fijn vind. Maar het oogt niet zo alsof het heel erg erop gekeekt is. En dat is dan een compact poeder. Dit is een losse poeder. Dat is toch ook altijd wel verschillend. Ik vind wel dat het hier nog een beetje glimt. Dus ik ga hier ook een klein beetje langs. Maar de rest, ik heb juist wat drogere wangen. Vind ik juist beter om het gewoon zo te laten. Ja, ik denk dat het op beeld heel lastig te zien is. Maar als ik echt close-up kijk, dan is dat dus precies hetgene waar ik, waar ik niet van hou in een poeder. Dat het echt een beetje op die droogte stukjes gaat zitten. Dat doet deze dus helaas ook. Dus dit vind ik voor mij persoonlijk, met mijn huid, niet zo'n succes. Dan ga ik nog even met een grote poederkwast even onder mijn ogen langs. Om even de overige poeder weg te halen. Het is veel minder als normaliter, maar maakt niet uit. Dit doe ik meestal gewoon zo. Zo, dan zit de basis erop. Daar ben ik tegenwoordig best wel heel erg streng in. Waarom? Ik vind mijn basis die ik momenteel draag bijna elke dag heel erg fijn. Het voelt me prettig bij. Het zit gewoon heel erg mooi. Dus alles wat verandert, daar ben ik heel kritisch in. Nou, zoals ik al zei, die van Dior. Ik moet zeggen dat de poeder van Elf, het is niet slecht voor 3 euro. Als je nou gewoon niet zoveel te besteden hebt en je wil gewoon eens een keer een poeder voor onder je ogen kopen, dan is het wel gewoon de goeie. Wat ik me dan wel afvraag, hoe lang doe je met deze hoeveelheid? Want in die zin is dan 3 euro juist weer wel veel. Als je het vergelijkt met een grotere poeder waar wel meer in zit. Dus
in die zin een beetje lastig. Maar het effect voor die prijs zou ik zeker nog een keer gebruiken. Dan gaan we verder met blush, bronzer en highlighter. Ook daar heb ik een product voor van Elf. Dit is eigenlijk een duo product, maar ik ga in dit geval vooral de bronzer gebruiken. Dat is deze. Deze heb ik een tijdje geleden gekregen bij een bestelling van de Douglas. Ik weet niet of dat ook met Black Friday was. Weet ik eigenlijk niet meer. In ieder geval bestelling van de Douglas kreeg je deze erbij bij zoveel waarde. Op zich, op het gezicht oogt hij wel iets cooler. Maar niet grijs of zo. De andere bronzer is best wel even wennen. Ik vind wel dat hij niet zo heel erg, ja dat klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, bronzed. Want ik blijf er best wel met je bleekjes mee. Dus in die zin, Maar op zich voor een bronzer, in die prijsklasse, not bad. Nou, ik vind mezelf nog een klein beetje bleek. Dus ik ga even wat leven in de brouwerij brengen met mijn nieuwe blush van Natasha Denona. Dit is de Duo Glow. Die hebben jullie ook al gezien in diverse video's. Dit is echt mijn nieuwe favoriet. Het is eigenlijk meer een highlightende blush. Maar ik hou gewoon veel meer van een lekker, ja, gezond, glanzende blush. En dat is deze absoluut. Ik ben er echt heel blij mee. En sinds ik deze heb, gebruik ik echt niet normaal zoveel blush. Omdat ik deze gewoon echt lekker fris en gezond vind. En ja, zo durf ik wel blush te dragen eigenlijk. Waarom? Omdat hij niet zoveel roze pigment heeft, waardoor mijn huid er weer onrustig uitziet. Zo, dan hebben we toch iets meer kleur op het gezicht. Echt een heel mooi product. Voor highlighter ga ik de Jeffree Star fans waarschijnlijk heel blij maken. Want ik heb namelijk een product van Jeffree Star. Deze heb ik een tijdje geleden al gekocht, maar eigenlijk alleen nog maar geswatcht. Dus hij is eigenlijk nog zo goed als nieuw. Dit is de Supreme Frost Highlighter. Deze kocht ik bij de IC Paris op de Lijnbaan in Rotterdam. Dit is dus de Supreme Frost Highlighter in de kleur Wet Dream. Ja, sorry jongens, die naam die bedenk ik ook niet. Die bedenkt Jeffree. Maar dit is hoe die eruit ziet. Ja, het is niet mijn stijl qua verpakking. Maar goed, dat is natuurlijk echt typisch Jeffree, dat pink. Hier zie je dan ook aan de binnenkant Jeffree Star Cosmetics. En de highlighter met de ster erin. Ik heb in het verleden 3 skin frosts gehad van Jeffree Star. Ik heb ze uiteindelijk allemaal verkocht. Waarom? Ik vond het niet mooi dat het zo erg in je poriën trekt. Het ligt niet aan de kleuren, het ligt echt aan de formule. Vond ik niet mooi. Voor zowel persoonlijk niet als in mijn fysieke kit niet. Deze heb ik in de winkel geswatcht. Deze zijn een stuk meer boterachtig. Dus hopelijk doen ze dat minder. Ze zijn wel heel erg glitterig. Dus ik moet een beetje voorzichtig hiermee zijn. Voordat ik dadelijk echt een soort balk om mijn gezicht heb vol met glitter. Dat wil ik dan even niet. Wat natuurlijk wel zo is, is dat je hier niet veel van nodig hebt. In die zin dat hij al best wel snel een glow geeft. Maar ja, dat is natuurlijk precies wat Jeffree graag wil in zijn producten. Nou, als je me een beetje subtiel houdt, dan is dit wat je ongeveer kan bereiken. Ik zal nog iets meer aanbrengen. Dat je even kan zien hoe sterk glitterig die kan zijn. Het is gewoon niet zo mijn ding om het heel erg aan te brengen. Maar ik wil wel gewoon even laten zien dat hij echt wel heel glowy is. Ik vind het al mooi op zich. Maar ik vind hem, ik weet niet. Net iets te glitterig of zo. Maar mocht je hier heel erg van houden en zoiets hebben van oké, ik wil echt gewoon een hele heftige highlighter. Dan kan je hier echt gewoon de halve doos van gebruiken. En your look like a shiny star. Want het is echt bizar. Hier, als ik nu een beetje aanbreng, dan heb ik al super veel highlighter op. Dus het is wel echt een sterk gepigmenteerde highlighter. Ik ga nu eerst verder even met mijn ogen. Ik gebruik even een oogschaduwbasis. Dit is mijn favoriet van Too Faced, de Shadow Insurance. En dan ga ik dit zwarte oogpotlood gebruiken om een beetje te tightlijnen. Dat wil zeggen dat ik mijn wimpers wat voller doe laten lijken. Dan is het tijd voor de wenkbrauwen. En ik gebruik een aantal nieuwe producten van Benefit die uit de collectie kwamen met die kit. Deze om precies te zijn, deze kreeg ik voor de kerst en een aantal producten heb ik uiteraard al gebruikt, maar een aantal producten nog niet. Dus het leek me leuk om dat in deze video ook te doen en gewoon even te kijken, de producten die voor mij nog nieuw waren in ieder geval, hoe ik die vind en of dat deze set dat een beetje waard is. Want het is echt ideaal dat je al deze producten in één set hebt voor een redelijke prijs. Ik begin allereerst met de Foolproof Brow Powder. Dit is een redelijk nieuw product. Alles is trouwens in nummer 3. En dit is eigenlijk een brow powder met een lichte en een donkere kant. Maar wat dekkendere poeder zou het als goeds moeten zijn. En in de set zit ook een penseel. Dus aan de ene kant een kwastje en aan de andere kant een
spoolie. Dus die ga ik ook gebruiken. Er zit een doosje in, dus die ga ik gewoon gebruiken. Ik kan allereerst mijn wenkbrauw even omhoog. Op zich heb ik wel vrij volle wenkbrauw van mezelf. En vind ik het ook niet erg als ik een dagje mijn wenkbrauwen niet doe. Dat is mijn minst belangrijke ding eigenlijk. Alleen het is net even iets voller, iets strakker als ik het wel heb gedaan. Ik ga even beginnen met de donkere kleur. Die gebruik ik aan de buitenkant. Wow, het is wel echt gepigmenteerd. Ik weet niet of jullie dat zagen, maar je ziet wel zomaar gelijk dat je iets aanbrengt. En wat ik vooral opvallend vind, is dat deze poeder heel erg de gaatjes opvult. Ik heb op zich, wat ik al zei, best wel volle wenkbrauw, niet echt heel erg gaatjes of zo. Maar ik denk dat niemand echt zo'n de perfecte brow heeft. Iedereen heeft wel wat, dus dat heb ik dus ook. Wat me opvalt is dat het gewoon een mooi product is. Het maakt de wenkbrauwen net iets voller, maar wel op een natuurlijke manier. Dus als je ervan houdt om je wenkbrauw toch wat meer aan te zetten, maar ja, je niet van die hele harde lijnen wil, dan kan ik deze zeker aan je aanraden. Ik ga deze zeker vaker gebruiken en ik gebruik nu vaak een potlood, de Grooveproof Brow Pencil van Benefit. Maar ik vind dit ook wel erg mooi, dus ja, toch een beetje mee spelen. Dan heb ik hier nog de Gimme Brow Plus. Dit is een vernieuwde versie van de oude Gimme Brow. Gimme Brow, dus geef mijn wenkbrauwen. Nou heb ik natuurlijk op zich mijn wenkbrauw al redelijk goed bijgetekend. Maar in deze wenkbrauwgel zitten vezeltjes, waardoor je wenkbrauwen nog iets voller lijken. Dus we gaan vandaag gewoon lekker voor de whole enchilada en we nemen gewoon lekker alles ervan. Lijkt me ook echt leuk om een keer een video te maken, zo van de do's en de don'ts. En dan echt één kant gewoon hoe het echt niet moet. En aan de andere kant gewoon hoe ik het liefste zelf doe. En wat mijn ervaringen daarin zijn. En dan echt zo van, zo moet je het niet doen. En aan de andere kant, en zo moet je het wel doen. Dus dat is wel grappig. Ook is er met make-up natuurlijk niet echt regels. Er zijn wel echt van die dingen die moet je gewoon niet doen. Want dat wordt er gewoon niet mooier op. En lijkt me wel lachen om daar een keer een video van te maken. Laat me maar weten beneden in de reacties of jullie dat een keer zouden willen zien. Dan ga ik daar eens eventjes mee brainstormen wat ik dan echt gewoon niet moet doen. En wat ik wel moet doen is op zich natuurlijk niet zo heel moeilijk. En mijn grote favoriet, de Highbrow. Dit is ook van Benefit. Dit is eigenlijk een highlightend potlood wat je onder je wenkbrauw kan aanbrengen. Ik ben echt groot fan en ik gebruik, dit is al mijn tweede, mijn derde zit nog backup. Maar het highlight ook. Dus ik krijg ook altijd horen van, ja nee, je wenkbrauw is altijd zo mooi strak, maar toch heb jij wel een frisse blik. Nou, dit is echt het geheim. En onder mijn wenkbrauw gebruik ik dus deze kleur van Colourpop. Die gebruik ik echt elke dag. Ook hier ligt nog een backup van in de la. Maar goed, ja, je ziet het. Hij zit dik pan in. Maar op is die nog steeds niet. Dus ja, wil ik hem liever nog even opmaken. En ik gebruik dit eigenlijk gewoon elke dag om sowieso het potlood af te poederen. Maar ook omdat het gewoon een hele mooie kleur is. En omdat het mat is. En ik hou natuurlijk heel erg van glans op het oog. Maar dan met mat zie je net iets meer die glans. Nou, ik ga nu een beetje cheaten. Want dit palet hebben jullie natuurlijk al gezien in diverse video's. Maar nog niet zo optimaal dat ik er alles mee heb kunnen doen wat ik wil doen. Dit is het Natasha Denona Gold Palette. Het is echt mijn nieuwe grote favoriet. Het duurste palet in mijn collectie. Maar ook echt gewoon de tofste. Heel erg blij mee. En ja, ik wil hier vandaag eigenlijk gewoon nog een keer lekker een look mee maken. En de andere kleuren die ik nog niet gebruikt heb of weinig gebruikt heb, even kijken of dat die net zo mooi zijn. Ik begin zoals altijd met een kleur in mijn arcadeboog als transitiekleur. En deze oogschaduws, vooral die matte, zijn echt zo zacht. Het is bizar. Je hoeft eigenlijk bijna niet te blenden. Ik doe het uiteraard altijd wel, want dat is gewoon mooier. Maar je brengt ze aan en eigenlijk doen ze het al voor jou. Hier, kijk, geblend. Het is bizar. Dan ga ik een beetje de mosterdgele kleur gebruiken. Dat is de kleur Dijon. Echt een hele toffe kleur. Maar ik vind hem vooral mooi om hem te mengen met een bruin. Anders dan wordt hij een beetje te groen-gelig. Maar het is wel heel mooi om bruine ogen net even iets meer te laten spreken. Want ze krijgen er een beetje een groene touch van. Gebruik ik de donkerste kleur uit het palet. Dit vind ik ook echt een hele mooie kleur. Het is best wel een hele donkere bruin. Maar hij is ja, een beetje cool. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie kleur voor in een palet zoals dit. Waar heel veel goudtinten in zitten. Gebruik ik de kleur ernaast. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde kleur. Alleen dan shimmer en iets lichter. En die blendt er dus ook heel erg mooi mee samen. Het is wel grappig. Dit palet doet me heel erg denken, vooral de goud en de bruin tinten, aan echt een beetje zo'n tijger, panter, cheetah, een beetje dat soort vibes. Het heeft echt wel van die prachtige brons tinten die echt wel meerdere tinten erin hebben ofzo, ik weet niet. En perfect voor bruine ogen, dus palet is echt
En dan ga ik ook de lichtste kleur uit het palet gebruiken. En die breng ik hier aan. Want ik heel erg benieuwd ben hoe die samen gaat blenden met die bronstint. Zo, de ooglook zit erop. Dus dit is dan weer een beetje een nude look met Natasha Denona. Maar dan net even iets meer smoky. Ja, je kan echt heel veel kanten op met dit palet. En als je nog eens een keer een video willen zien over, ik noem even iets, 5 looks met 1 palet. Zo'n soort video. Laat dat ook zeker weten. Want dat zou met dit palet echt heel goed kunnen. Nou, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van de video. Het enige wat ik nog ga doen is een nieuwe mascara proberen. Maar ik ga eerst even mijn wimpers krullen. Nou, ik heb hier een mascara verpakking. Dit is de mascara van Givenchy, geloof ik dat die was. Noir Interdite mascara. En dit is een borsteltje wat 90 graden kan draaien. Maar ja, de verpakking is zoals je ziet een beetje apart. Dus ik dacht, nou ja, ik ben wel benieuwd hoe dat dit in zijn werk gaat. Hier zit zeg maar het handvat. Dit is het borsteltje en hierin zit dan mascara. Ja, ik ben wel benieuwd. Het leek me wel leuk om te proberen voor een video. Ik wilde hem toch wel even een kans geven. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar er zit zo fucking veel mascara op dit borsteltje. Dat als ik dit nu over mijn wimpers heen haal, het is een en al klont is. Maar je kan dus zien dat hij dus zo kan buigen. Op zich natuurlijk niet heel bijzonder, je kan hem ook gewoon recht doen. Maar ik ga wel even wat mascara hier lozen, want dit vind ik echt een beetje te veel van het gooien. Dus een nieuwe mascara heb ik al een tijd niet aangeraakt. Ik moet wel zeggen, doordat die borstels best wel uit elkaar staan, kom je wel heel makkelijk bij de aanzet. Not bad. Ik moet wel zeggen dat het lastig is om in de hoekjes te komen, maar... Ik had echt verwacht dat die vet erg ging klonteren en dat valt zo mee. Het is wel grappig, want eerst was ik echt vet negatief, want ik dacht echt van ja, dit is echt klont en klont en klont, maar het valt echt heel erg mee. Ik zal nog even een close-up doen van de wenkbrauwen en de mascara. Dit is dus hoe het er uiteindelijk uitziet. Ik vind de mascara niet slecht, alleen ik mis net even een klein beetje volume, maar het is gewoon heel lastig om dat zo aan te brengen uit zo'n borsteltje. En de wenkbrauwen zien er echt, ja, ik moet zeggen, best wel on fleek uit. Nou, dit is tot nu toe dus de look. Het enige wat we dus nog missen is de lippen. En daarvoor heb ik dus ook een aantal nieuwe producten. Allereerst een lippotlood van Morphe. Dit is Frenchie, heet de kleur. Deze lippotloden zijn echt super cheap. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat deze goed bevalt. Oh, hij glijdt eigenlijk best makkelijk. Het is niet zo'n heel droog potlood. Ja, oké, ik ben fan. Ik ben sowieso meer fan van alleen de lijntjes dan helemaal inkleuren. Vind ik gewoon niet zo comfortabel. Maar voor, wat is het, 3-5 euro waren ze, geloof ik, zou je deze echt een keer moeten proberen. Dus zoek je nog een goed nude-kleurig potlood wat niet bruin of niet oranje is, dan is deze echt wel heel fijn. Dan ga ik er even een lipstick overheen doen, omdat ik dadelijk nog een gloss heb. En ik ben bang dat die gloss anders niet zo mooi gaat zitten. Dit is de kleur van Jeffree Star. Dit is Thick as Thieves. Volgens mij is dit nu ook een vaste kleur in de collectie, maar dat weet ik niet zeker. Dit is een beetje een nude-bruine kleur. En ik heb hier nog een gloss. Deze is van Dose of Colors. En deze keek mij al heel lang aan op Beauty Bay. Elke keer als ik bij Dose of Colors zat te kijken. Dit is de kleur Jazzy. En dit is een beetje een bronzen rose gold lipgloss. Sowieso is Dose of Colors natuurlijk best wel heel populair. En ja, ik vond dit gewoon echt een hele mooie gloss. Zag er goed uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat deze gaat bevallen. Ik heb niet zo heel gek veel van Dose of Colors. Eigenlijk alleen maar een oogschaduwpalet. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze gaat zijn. En ik denk dat die met dit potlood wel heel mooi matcht. Zo, dit is hoe de gloss eruit ziet. Het valt me op, hij oogt best wel metallic als je van close-up kijkt, maar van ver af, zo op de camera. Ja, vind ik het niet lelijk. Het is misschien wel heel metallic voor een gloss, vind ik persoonlijk. Maar ik denk dat het ook heel erg aan ligt wat voor look je verder draagt. Want als ik nu bijvoorbeeld gewoon een hele basic oogmake-up had gehad, dan steelt dit natuurlijk heel erg de show. Nu steelt het beide een beetje de show. Dus ja, ik moet zeggen, ik vind hem niet verkeerd. Plakt een klein beetje, maar niet oncomfortabel. En ik denk wel dat hij best wel lang een beetje vettig blijft. In die zin dat het gloss niet zo indroogt. Want dat vind ik niet zo heel prettig meestal. Ik ga nog even wat setting spray opdoen. Ik gooi mijn haar even los. En dan ga ik nog even langs de producten die ik jullie zou adviseren. Zo, daar ben ik weer.
Ik loop alle producten kort nog even na om even jullie mijn mening te delen. Ik begin natuurlijk met de primer van Sensai. Dat kan ik natuurlijk nu niet echt meer laten zien. Ik moet zeggen, ik vond het niet verkeerd. Maar het gaf mij ook niet een wow factor. Misschien als ik deze video straks ga editen en terugkijk, dan denk ik van damn girl, wat ziet je huid er goed uit. Maar voor zo'n eerste indruk, voor een product wat toch al vrij high-end is, vond ik hem niet zo heel spannend. De Becca Under Eye Brightener daarentegen vind ik echt heel fijn. Wel met de kanttekening dat je hier subtiel mee moet zijn. Want anders wordt het te dik onder de ogen. En dan kan het zijn dat je concealer in de lijntjes gaat trekken. Maar het product zelf doet absoluut zijn werk. Want kijk maar eens hoe fresh en brightening alles eruit ziet. Dus zeker voor een feestje of een speciale gelegenheid zou ik dit zeker vaker gebruiken. Dus in mijn ogen is die zeker zijn prijs waard. Nou, de poeder van Elf, die vind ik absoluut niet verkeerd. Mijn ogen zien er gewoon goed uit. Ziet er gewoon fresh uit. Ziet er strak uit. Ik vind hem stiekem minder fijn als die van Color. Pop, dat is gewoon mijn grote favoriet. Maar als je deze nog eens een keertje tegenkomt of je denkt van hey, 3 euro, die wil ik een keer proberen, zou ik het zeker niet laten liggen. Het grappige is dat die van Dior daarentegen, waar ik natuurlijk normaal voor zou kiezen, ik ben net iets meer van de high-end, die vind ik dus juist tegenvallen. Misschien wat ik het nu voor de eerste keer geprobeerd heb, misschien matcht die niet lekker met de foundation. I don't know, maar ja, ik gebruik deze foundation met heel veel liefde en andere poeders werken er prima op. Maar ik blijf toch bij mijn Charlotte Tilbury poeder. Nou, de bronzer van Elf, ik vind hem niet zo heel spannend. Het is leuk om een keer geprobeerd te hebben, maar het is niet zo mijn ding. Ik vind dat je er niet echt heel veel van ziet. Hij contourt mijn gezicht op zich prima, maar ik wil net even iets meer kleur op mijn gezicht. Voel me nog een beetje bleek. Dus nee, deze vind ik niet zo heel fijn. De highlighter van Jeffree Star, hij doet zijn werk goed. Hij is super glowy en je ziet hem echt goed. Maar ik zelf heb andere highlights die ik persoonlijk mooier vind. Ben je nou groot Jeffree Star fan en vond je de Skin Frost minder, dan zou ik wel zeggen probeer ze een keertje. Want qua formule vind ik ze wel zeker vooruit gegaan. En de kleur Wet Dream is wel heel erg mooi. Dan natuurlijk de Foolproof Brow Powder. Daar ben ik echt super over te spreken. Ik vind mijn wenkbrauwen er echt super goed uitzien. En ik heb al heel lang geen poeder meer gebruikt. Maar dit wordt dan absoluut mijn nieuwe favoriet. En datzelfde geldt voor de Gimme Brow Plus. Die doet ook goed zijn werk. Mijn wenkbrauwen zien er vol uit, maar niet overdreven. En hij laat ze goed op zijn plek zitten. Dus ja, dat is 2-in-1. En daar hou ik ook heel erg van. Ik denk dat ik hier na de video natuurlijk niet heel veel meer over hoef toe te voegen. Maar dit is echt een heel mooi palet. En wederom vind ik deze look ook erg mooi. Dus ja, deze zou ik ook absoluut aan je aanraden. De mascara van Givenchy vind ik ook echt niet tegenvallen. Ik moet zeggen, ik had eerst zoiets van damn, dat gaat echt niks worden. Maar het ziet er echt prima uit. Ik denk wel persoonlijk dat ik het moeilijker kan beoordelen als ik hem gewoon zo zou kopen. Maar ik zou hem best een keer een kans willen geven als er nog eens een keer korting is of zo bij de Easy Paris. 40 euro op de 40% korting op de mascara's. Zou ik deze best een keer willen proberen. En dan natuurlijk nog de twee lipproducten. Het potlood van Morphe, dat wordt zeker een nieuw favoriet. Ook voor deze prijs is dat natuurlijk echt super chill. Het is niet altijd nodig om dure producten te hebben. Want je ziet een potlood van, volgens mij is het 3 of 5 euro. Echt niet duur. Kan ook echt heel goed zijn. En de gloss van Dose of Colors, ik denk dat ik gewoon een beetje aan de kleur moet wennen, dat hij zo glimmend is. Ik hou meer van glossy in die zin dat het een beetje milky glossy, als dat een beetje logisch is. En deze is vrij glitterig, maar ik vind hem wel mooi. Het is wel een keer wat anders. En hij voelt wel heel comfortabel. Dus ja, ook de lipproducten ben ik zeker over te spreken. Dan was dit is mijn full face first impressions. Ik heb natuurlijk weer een hele hoop nieuwe producten getest. En ik vind dit soort video's natuurlijk gewoon heel erg tof. Soms duurt het even voordat ik weer van alles bij elkaar geraapt heb voor een hele volle video. Maar ik hoop dat ik jullie weer leuke dingen heb kunnen laten zien. Laat me zeker weten beneden in de reacties wat jouw favoriete product is van deze video. En welke jij graag zou willen proberen. Doe natuurlijk nog even je duimpje omhoog als je het een toffe video vond. Vergeet niet te abonneren om ook lid te worden van de Sharkademy familie. Dan zie ik jullie graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag! Doei!